Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl De satellietfoto vertelt eigenlijk alweer het hele verhaal, want op de satellietfoto zien we heel veel bewolking boven Nederland, amper een gaatje en dat is dan ook meteen het weerbeeld. Kijk het aan, tegen een grijs wolkendek, uit die bewolking kan een spatje motregen of een bui vallen, vanochtend vooral in de noordelijke helft van het land en vanmiddag dan breidt dat gespetter zich ook naar het zuiden uit. Heel lokaal kan dan even de zon doorbreken, maar veel zal het waarschijnlijk niet zijn. 16 à 17 graden onder het wolkendek. Als het mee zit met de zon, kan het 19 graden worden plaatselijk. Vooral Limburg maakt daar kans op. Ook vanavond nog hier en daar een spatje motregen of een buitje. De temperatuur daalt dan geleidelijk naar zo'n 14 à 15 graden. De wind waait trouwens uit het noordwesten met 3 tot 5 per Ook morgen dezelfde windkracht en ook morgen weer veel wolkenvelden. Later op de dag lijkt het westen en zuiden wel meer kans te maken op zon. Temperaturen vergelijkbaar met vandaag. Zaterdag is de kans op zonneschijn overal groter, maar verwacht geen stralend zonnige dag. Zondag lijkt de beste dag te worden met een flinke zonnige periode en dan slechts lokaal een bui. Maandag neemt de kans op een bui dan weer toe, maar het kwik stijgt langzaam tot rond 20 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl